De vuurrode eidelibel houdt zich hier staande, ondanks de sterke wind. Maar haar pootjes zijn er dan ook zeer goed voor uitgerust. We zijn eind september en verschillende libellensoorten zijn nog actief. Hier tracht het vrouwtje van het lantaarntje, dat in de nek gegrepen is door het mannetje, haar eierzak onderaan het lichaam naar de penis van het mannetje te brengen. En ondanks de wind lukt het daar ook. Het zogenoemde paringsaard is nu gevormd en de bevruchting vangt aan, waarna het wijfje de eieren op of onder het water in bladeren of rietstengels vasthecht. Sommige soorten boren hun eieren in hout. Een libelle op jacht hangt dikwijls stil in de lucht, kijkt en verrast dan kleine vliegende insecten. Die zijn meestal vliegjes, muggen, maar ook bijen, die ze dan op een warme plek consumeerden.